Shalom aleichem, malachei ha-shoreis, malachei el-yoin. Mi yimelech, malachei ha-melochim, ha-kodosh baruch hu. De Shabbat, twee sidrot. Bahar en Bechukotai, en daarmee beëindigen we het derde boek van de Torah, het boek Vayikra, Leviticus. En we gaan een week later beginnen met het boek Bamidbar, Numeri. Wat betreft dus de eerste sidra van deze Shabbat, Bahar Sinai, op de berg Sinai. Waarom eigenlijk is de berg Sinai uitgekozen? En er wordt verteld dat als het ware de bergen van tevoren wisten dat God gaat de Torah geven, gaat zich openbaren en dat zal op een berg gebeuren. En toen waren er allemaal bergen die hebben zich kandidaat gesteld. De Mont Blanc, de Mount Everest, de Vaalse berg en noem maar op. En die werden allemaal afgewezen. Dat zijn van die hoge bergen. Nee, dat hoge, dat zich verheffen, als het ware als vorm van trots, niet. Maar het is, Torah is toch op een berg gegeven, op de berg Sinai. Maar verhoudingsgewijs is de berg Sinai niet zo'n hoge berg. Dan wordt de vraag gesteld, als het dan niet op die bergen zou mogen zijn en is geweest. Waarom dan wel op de berg Sinai? Was het niet logischer geweest om de Torah te geven terwijl we op een vlakte stonden? En daar kan God toch ook op afdalen? Het antwoord dat daarop gegeven wordt is inderdaad, eenvoud, bescheidenheid, dat is prachtig. Maar soms moet je standpunt kunnen innemen. Voor jezelf doorzetten, niet toegeven. Of naar buiten toe. Als het ware ook trots zijn op je Joods zijn. Op je Joodse manier van leven. En dat is dat aspect weer van de berg. Het is niet te hoog, maar ook niet te laag. In bepaalde gevallen, zoals het leven zich aandient. Dat is een gedachte die geleerd wordt uit de naam van de sidra, Behar. Er komen allemaal wetten in voor. De wetten van de Shemitah, van de reeks van 7 jaren, de reeks van 7 maal 7 jaren, 49 jaren, overeenkomstig de 7 maal 7 dagen van de omertijd. Het begrip 50 aan het eind van de omertijd, Shavuot, wekenfeest. En het 50ste jaar, juweel, waar het Nederlandse woord jubileum vandaan komt. Ja, het 50ste jaar. Dat komt allemaal voor je in de sidra. De eerste sidra die we aanstaande Shabbat gaan lezen. Tweede sidra is ja, eigenlijk wel behoorlijk aangrijpend. Er wordt verteld dat God ons beloont voor het goede, maar dat er ook bestraffing kan volgen op het niet goede. En dat wordt heel uitgebreid gelezen. Dat is geen leuke tekst. En daarom ook is het gebruikelijk om die tekst wat zachter te lezen. Wat minder luid in shul, maar hij moet wel gelezen worden. Hij moet wel hoorbaar zijn, want de boodschap is duidelijk. En als we lezen wat daar staat en we kijken terug in de geschiedenis, dan vraag je inderdaad af, is dat wat in de praktijk onze geschiedenis is geweest? Het zijn dus twee sidrot aanstaande Shabbat die ieder voor zich weer zoveel geven aan inhoud. We gaan even kijken naar de perek.
het hoofdstuk in Pirkei Avot, Spreuken der Vaderen, die deze Shabbat aan de beurt is. En daar wordt gezegd, Ba'asarama marot nivra olam. De wereld is geschapen in 10 gezegden. En dan wordt gevraagd, wahalo, en het had toch ook in 1 gezegde kunnen zijn. Maar om de goede mensen te belonen en de niet goede mensen te kunnen bestraffen. Dat is het antwoord dat daar gegeven wordt. Waar ik nu even bij stil wil staan, en we hebben dat al vaker besproken, wat wil dat zeggen? Basarama marot nivra olam. De wereld is in 10 gezegden geschapen. En het had toch eigenlijk ook in 1 gekund. Rabbi Nachman van Bratslav zegt, waarschuwt 3 eeuwen terug. Misschien met 2 eeuwen terug, maar in ieder geval lange tijd terug. Hij waarschuwt. Er komt een tijd voordat de Mashiach komt, dat er een ongeloof in de wereld zal zijn. Epikorsut, ketterij, een absoluut niet accepteren van welke hogere macht dan ook. Hij waarschuwt ons daarvoor. Maar tegelijkertijd is er ook voorspeld dat er een tijd zal komen voor de komst van Mashiach, dat men in wetenschappelijke kringen juist wel tot de conclusie komt dat er een hogere macht is. Ik heb het elders ook al verklaard. Ik voel zelf als een soort taak voor mij om dat godsgeloof, om dat vooral bij de jeugd te brengen. En ik heb het al jarenlang doe ik dat in Tikva Tenum. En het is juist deze parasha, of deze 2 sitrot, dat we weer een Tikva Tenum jeugdweekend hebben. En dan spreken we over het bestaan van God. Maar ook het conflict of de strijd die velen daarmee hebben. En ik, de laatste tijd schrijf ik daar ook artikelen over. Ik heb dat genoemd, de evolutie van de Eiffeltoren. En momenteel heb ik kort geleden afgeschreven de volgende aflevering, waarin een jongeman, Art, bij me komt en die zegt tegen mij, ja, u vertelt brengt allemaal argumenten en dat het kan niet zomaar een ongerichte evolutie zijn. Doelloos, er is een duidelijke richting, er is een ontwikkeling, er is een tot stand brengen. Ik heb gezegd, we gaan kijken hoe waarschijnlijk ja, hoe waarschijnlijk nee. Maar hij verwijt me als het ware dat ik misschien een beetje te eenzijdig ben. Hij heeft dan een boek meegebracht. En dat boek, dat laat hij mij zien. En dat boek heet, schrikt u niet, want ik heb moeite om dat uit te spreken, God, The Failed Hypothesis. How Science Shows That God Does Not Exist. Dat laat hij me zien. Door een ingenieur geschreven. Natuurkundige. En wat ik daar dan van vind. En hij vraagt of ik dat boek wel ken. Ik zeg, ja, ik heb het in mijn boekenkast, heb ik het staan. En wat vindt u dan van? Kent u het boek? Ja. En dan sla ik voor hem bladzij 156 op. En daar komt de schrijver met weer een argument dat God niet bestaat. Want zo redeneert hij. Als God inderdaad de wereld heeft geschapen ten behoeve van de mensheid, dan heeft hij toch wel heel veel tijd zinloos voorbij laten gaan tot de mensheid op aarde verscheen. In plaats in 6 dagen heeft hij daarvoor genomen 9 miljard jaren om de aarde te vormen, dan nog een aantal miljarden jaren om het leven tot stand te brengen, en dan nog een keer 4 miljard jaren dat er een mens op aarde komt. En dat wil zeggen dat de mens eigenlijk op aarde is voor minder dan 1/100ste van 1% van de hele geschiedenis van de aarde. En dan vraagt mijn leerling, en wat vindt u daarvan? Is dat steekhoudend? Ik zeg ja.
Hij kijkt me verwonderd aan. Krijgen we nou? Ik zeg, ja, gezien de godsvoorstelling van deze schrijver klopt dit. Maar dat is niet mijn, dat is niet onze godsvoorstelling. En ik citeer Psalm 115, die we ook in Halleel zeggen. En daar staat hoe zij God zich voorstellen. Die godsvoorstelling is, of goden, een mond hebben zij, maar ze spreken niet. Ogen hebben ze, maar ze zien niet. Oren hebben ze, maar ze horen niet. Een neus hebben ze, maar ze ruiken niet. Hun handen kunnen niet tasten, hun voeten kunnen niet gaan. Geen geluid komt uit hun keel. Zoals zij hun God voorstellen, zo redeneren zij zelf. En wat die schrijver van dat boek daar nog aan toevoegde, en hij zei, in werkelijkheid, als je erover nadenkt, waarom zou een oneindig machtige God eigenlijk de wereld niet kunnen scheppen in 6 dagen? Hij zou zelfs de wereld kunnen scheppen in 1 moment. Dan zeg ik ja. En dat is inderdaad onze opvatting. En dat is wat daar in Pirkei Avot 2000 jaar geleden is neergeschreven. In 10 gezegden is de wereld tot stand gekomen. En het had eigenlijk, en het is eigenlijk ook, in 1 uitingsvorm tot stand gekomen. En dat kunnen we allemaal leren dus uit de Sidra. En uit de Pirk, het hoofdstuk dat deze week aan de beurt is. Yom Yerushalayim, dat is het de dag daarna. En we gaan massaal naar de kotel. Er is een tijd geweest dat die kotel er als het ware niet was. Het wordt verteld dat de Romeinen, die maar steeds zagen dat we naar die kotel, naar die muur toe gingen, besloten hebben om die muur af te breken. Maar dat is niet gelukt. En toen is besloten om de muur als een vuilnisbelt te gebruiken. En zo werd die muur op een gegeven ogenblik, er werd steeds vuilnis gebracht en tot die gegeven ogenblik helemaal bedekt was met vuilnis. Er wordt verteld dat een Joodse man naar Jeruzalem kwam. Hij wilde bij de muur davenen. Hij wist dus niet dat dat allemaal verdwenen was. En toen hij kwam, heeft hij dus de muur uiteraard niet gevonden. En hij ging informeren en niemand wist er wat van. En toen kwam hij ergens en toen zag hij een oud vrouwtje met een vuilniszak lopen. Waarvan geen plastic, maar wel een vuilniszak. En die deponeerde ze daar ergens. En ze zag er erg moe uit. En hij vroeg aan haar, waar komt u vandaan en waarom doet u dat hier? Ze zei, ja, het is hier een oude traditie dat je hier je vuilnis moet brengen. Want er was hier eens een muur van de Joden. Ah, toen wist hij daar de muur van de Joden was. Maar dat kon hij even met een schepje wegkrijgen. Wat heeft hij gedaan? Hij was een rijk man. Had veel geld bij zich. Hij heeft wat munten in de grond gestopt. Wat gouden munten, wat zilveren munten. En toen is hij naar de stad gegaan en heeft gezegd dat er ligt daar goud, er ligt daar geld begraven. En natuurlijk kwamen de mensen. En toen het donker geworden was en iedereen weer wegging en ze hadden wat geld gevonden, heeft hij opnieuw geld, goudstukken, zilverstukken, daar in de grond gestopt. En de volgende dag kwamen de mensen weer en vonden weer geld. En zo is het doorgegaan, hij heeft zijn hele fortuin heeft hij eraan besteed. Maar toen een gegeven ogenblik werd daar een muur zichtbaar, de kotel. Maar die was nog wel erg vies. En toen is het, meen 3 dagen achter elkaar, gaan stortregenen en stormen. Alles tegen die wand aan. En toen stond de kotel er, zoals wij nu de kotel kennen. Als het morgen, op aanstaande zondag, Yom Yerushalayim is, dan is het goed om aan deze geschiedenis te denken. Er wordt gezegd dat eigenlijk in ieder van ons is een Beit Mikdash, is een tempel. Maar het kan zijn dat die tempel toch niet helemaal meer intact is. Dat we toch niet helemaal leven zoals dat zou moeten. Maar er blijft altijd een muur staan.
Maar het kan zijn dat die muur helemaal bedekt is met dat wat er eigenlijk niet had mogen zijn. Wat moeten we dan doen? Goudstukken en zilverstukken. Goud en zilver wordt in de boeken, daar wordt mee aangeduid, het begrip van Ahava en Yira. Verschillende vormen van liefde voor God en verschillende vormen van ontzag en soms ook vrees voor God. Als we die twee eigenschappen in ons wakker maken, dan halen we een heleboel van die ongerichtigheid die in ons is gekomen, halen we weg. En als wij dat van onze kant doen, dan van bovenaf zal Hashem, zal God ervoor zorgen dat die regen komt en dat die stormwind komt en dat alles weer helemaal schoon is en dat we van binnen weer helemaal die muur terug hebben. En als we die muur helemaal terug hebben, dan zijn we ook klaar om de andere muren ook weer te hebben en het hele Beit HaMikdash, de hele tempel. Dat zijn gedachten die horen bij de Shabbat voor Yom Yerushalayim. En tegelijkertijd is ook deze Shabbat, de Shabbat Mevarachim, Chodesh Sivan. We vragen God de komende maand, die dus deze week, de komende week gaat beginnen, om die te zegenen, deze bijzondere maand waarin we Chag HaShavuot, het wekenfeest zullen vieren. 3330 jaar geleden dat we bij de berg Sinai stonden en daar die goddelijke openbaring hebben mogen meemaken. Ik wens u een Shabbat Shalom, een hele juiste innerlijke viering van Yom Yerushalayim en een Chodesh Tov Umevorach, een hele goede en gezegende maand Siva. Adoy Shem Nishmor Tzeischa Ovoyecha Miyato Viyado Elohim.